Hoe vind je een alien? Dit is de Universiteit van Nederland. S'avonds op een zeldzaam heldere avond zien we een prachtige sterrenhemel boven ons. Dat zijn allemaal sterren, net als de zon. Niet allemaal precies zoals de zon. In ieder geval, bij die grote sterrenhemel komt de gedachte wel eens op, bij mijzelf en bij u wellicht ook. Zijn wij alleen in het heelal? Tot nu toe is het leven op aarde de enige vorm van leven die wij kennen. Maar het kan toch niet zo zijn dat dat ook echt de enige is die we in het heelal hebben? Nou, die vraag is al heel erg oud. Hij is al vaak gesteld. En sinds we weten dat sterren eigenlijk zonnen zijn, was het ook een gouden gedachte gemaakt dat die sterren ook planeten zouden kunnen hebben. Maar het heeft heel lang geduurd voordat we ook die hebben gevonden. Maar die vraag, is er buitenaards leven? Dat is een vraag die al 60 jaar geleden op een dusdanige manier over is nagedacht dat iemand daar een formule heeft verzonnen hoe je die vraag kunt beantwoorden. Zo werkt de wetenschap. We hebben nog geen antwoord op de vraag, maar we hebben wel een manier om hem te beantwoorden. En die persoon was Frank Drake, sterrenkundige. En hij bedacht een formule waarmee je zou kunnen afschatten hoeveel aliens, hoeveel beschavingen er zijn in onze Melkweg. Die formule zie je hier achter mij. Hij ziet er ingewikkeld uit. Hij is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Maar dit is ook de laatste keer dat je hem ziet. En ik ga niet elk symbool uitleggen. Dat is eigenlijk een beetje faux pas in de wetenschap. Je moet altijd de vergelijking uitleggen. Ga ik ook doen, maar niet met die formule. Maar ik ga hem uitbeelden. De enige letter die je moet onthouden van deze formule is de letter N. En N staat voor het aantal buitenaardse beschavingen die op dit moment contact met ons zouden kunnen leggen. Dat is dan alweer een stap verder. Hè? We zijn al op weg naar het beantwoorden van die vraag. Omdat we dan, als we die formule zien, dan is dat dus een formule die uitgaat van die vraag naar intelligent buitenaards leven. Even nog een peiling in de zaal. Wie denkt dat er buitenaards leven is? Hoeft niet per se intelligent te zijn. Oké. Anders zou u hier niet zitten misschien. En wie van u denkt, van degene die net een vinger hebben opgestoken, dat er intelligent buitenaards leven is? Met intelligent bedoel ik leven dat in staat is tot het contact leggen met andere beschavingen. Oh, ook nog een hoop. Oké. Maar goed, eigenlijk zijn dat twee soorten buitenaards leven. In ieder geval zijn twee manieren om daarna op zoek te gaan. En dat is allemaal postgevat in deze formule. Vanaf nu noem ik deze formule de trechter. Want ik kan hem uitleggen aan de hand van een trechter. Dus als ik het zo meteen over de Drake heb, dan heb ik het dus over die trechter. De formule rekent uit, stap voor stap werkt die toe naar dat antwoord op hoeveel buitenaards leven is er. En het begint met het aantal sterren in het heelal. Daar een schatting van te maken. En daarbij het aantal planeten dat die sterren rond zich hebben. Nou, het heeft een hele tijd geduurd voordat we die planeten, die exoplaneten, planeten rond andere sterren dan de zon, hebben ontdekt. Maar toen we eenmaal gingen kijken, nadat 22 jaar geleden de eerste was ontdekt, zijn er heel veel planeten gevonden. Je ziet hier dat in de afgelopen jaren die planeetontdekkingen geëxplodeerd zijn. En dat was omdat er een goed genoeg methode bestond om ze te vinden. Er zijn meerdere methodes, maar eentje is zowel het productiefst als het makkelijkst uit te leggen. Die ga ik hier demonstreren. Stel, dit is een ster en die heeft een planeet om zich heen draaien. Zo, op deze manier. En u bent waarnemer vanaf de aarde. En u ziet nu één keer per planetenjaar het planeetje voor zijn ster langs bewegen. Ik heb toevallig een planeet uitgekozen die in uw gezichtslijn bewoog. Dus je kunt het niet zien bij elke ster met planeten. Maar deze methode heeft de overgangsmethode of de transitmethode.
Dus eigenlijk kijk je niet naar de planeet, maar naar de ster. En als je het licht van de ster waarneemt, dan zie je één keer per planetenjaar de ster ietsje minder licht geven. En als dat regelmatig gebeurt, dan kun je ervan uitgaan en je rekent uit hoeveel licht er weg is genomen en met welke periode dat gebeurt, kun je uitrekenen hoe groot het object is dat daaromheen beweegt en op welke afstand van de ster het staat. Nou, één telescoop die daar heel erg veel planeten door heeft ontdekt is de Kepler-ruimtetelescoop. Werd in 2009 gelanceerd en heeft toen 4 jaar lang en eigenlijk nu nog steeds hetzelfde stukje hemel in de gaten gehouden. Dus de helderheid van honderdduizenden sterren daar continu vastgelegd. En vervolgens heel erg veel gaan kijken naar het licht van al die sterren. En ja hoor, er kwamen heel erg veel dipjes waren daarin te zien. Dus al die ontdekkingen, een heel groot gedeelte van die ontdekkingen die u net zag in het scherm, zijn van Kepler. Dit is een selectie, het zijn er niet eens allemaal, van de planetenstelsels die Kepler heeft ontdekt. Het is een schematische weergave, niet op schaal. De sterren zijn weggehaald, de planeten hebben alleen maar een beetje voor het idee verschillende groottes. Ze zijn wel geschaald op hun grootte, maar het is gewoon om u te laten zien de diversiteit hiervan. Geen enkel van deze sterrenstelsels, planetenstelsels, lijkt op het zonnestelsel. We zien ze al in alle soorten en maten. Dus dat was de vangst van Kepler. De planeten die in de trechter gaan van Drake. Dus in stapjes gaan we nu kijken op welke van deze planeten leven kan voorkomen. Want, nogmaals, we weten niet hoe buitenaards leven eruit ziet. Maar we hebben maar één vorm van leven die we kennen, hier op aarde. Dus we kunnen op basis van die kennis die we hebben en ons boerenverstand bedenken op wat voor soort plaatsen je leven zou kunnen verwachten. Een van die dingen is een planeet. En niet alleen maar een planeet, maar een vaste planeet. Een planeet die een rotsachtige samenstelling heeft, waar een vaste bodem op is, waar leven op kan leven. Een planeet die groot is, wel makkelijker te vinden, zoals Jupiter bijvoorbeeld, dat is een gasreus. Maar het woord zegt het al, die heeft een heel erg dikke atmosfeer van gas. Dus als je daarop wilt staan, dan val je er doorheen. Bovendien heeft hij een heel grote zwaartekracht. Dus voor leven zijn dat soort planeten niet zo heel erg fijn. Dus ik heb hier een selectie uit de planeten. De vangst van Kepler en andere telescopen de afgelopen jaren staat nu op bijna 3000, 2950 planeten in totaal. Dat is alleen nog maar in de buurt van ons, de sterren waar we naar gekeken hebben. Maar met die planeten kunnen we uitrekenen hoeveel planeten er in totaal voorkomen. En we weten nu eigenlijk dat sterren bijna altijd een planetenstelsel hebben. Dus er zijn eigenlijk meer planeten dan sterren. Bedenk dat dus volgende keer als u zo'n mooie sterrenhemel ziet. Eigenlijk het meeste zie je niet. Maar goed, ik heb hier gewoon de planeten uitgebeeld en in alle soorten en maten. En ik ga hier uit deze bak het eerste filter toepassen in de formule van Drake. Ik ga namelijk die grote gasplaneten eruit gooien. Ze zijn heel interessant, maar voor onze vraag over buitenaards leven helaas niet zo. Dus ik heb hier een prullenbak voor afvallers. En ik ga hier stapsgewijs de voor ons oninteressante planeten weggooien. Oh, nou, ook het publiek nog eentje. Goed, dus we houden nu eigenlijk alleen maar de kleine planeten over. Nou, goede eerste stap. Dan, wat voor dingen weten we nog meer over het buitenaards leven? Nou, we weten dat het in ieder geval voor ons heel erg fijn is op onze planeet dat we hier water hebben. Want water, in vloeibare vorm, is in bijna elk organisme op aarde speelt dat een rol. Het speelt een rol in de chemie van leven. Het speelt een rol in het transport van stoffen door organismen heen. Ons bloed bestaat uit water. Water, je kunt niet zonder als leven. En zodra er water is hier op aarde, is er leven dat daaruit voorkomt. Dat leven was er al, maar in ieder geval, water kan een heel erg essentieel onderdeel zijn van het leven. En we zien water ook bij heel veel van die planetenstelsels voorkomen. Maar het water moet wel in vloeibare vorm zijn. En nu kunnen we een tweede selectie maken. Ik heb de planeten namelijk hier uitgestald op volgorde van afstand tot hun ster. En je hebt dus planeten die heel dicht bij hun ster staan. Die zijn heel heet. En planeten die heel erg ver van hun ster staan, die zijn heel erg koud. Dus hier bevriest water en hier verdampt water. En dan is er een zone hier tussenin, eigenlijk is die nog veel nauwer, waar de temperatuur op het oppervlak van die planeet in theorie
gunstig kan zijn voor het bestaan van vloeibaar water. Ik zeg heel nadrukkelijk in theorie, kom ik zo op terug. Maar we hebben in ieder geval weer meer afvallers. Dus deze koude planeten, je ziet, ze zijn allemaal wit van het ijs. Die gaan in de bak. En de hete schroeiplaneten, die gaan ook in de bak. Nou, dat is een fijn clubje dat we overhouden. Dat zijn de rotsachtige planeten, de kleine planeten, in de bewoonbare zone. Zo wordt dat wel genoemd. Ik vind dat zelf altijd heel erg misleidend. Ik heb het zelf liever over de gematigde zone. Dat is een heel erg conservatieve manier van uitdrukken. Maar we weten namelijk niet of er ook echt water op deze planeten is, zonder dat we weten of er een atmosfeer is. Hier op aarde zou het veel kouder zijn als de atmosfeer er niet was. Op Mars, die op een vergelijkbare afstand van de zon staat als de aarde, is het nauwelijks een atmosfeer en is het heel erg koud. Op Venus is juist een veel dichtere atmosfeer, waardoor het er een extreem broeikaseffect is. Meer dan 400 graden is het daar. Dus als binnen zo'n zone al zo'n grote diversiteit aan planeten is, ja, dan moet je toch echt er beter op kunnen inzoomen om meer over die atmosferen te weten te komen. En dat doen heel erg veel sterrenkundigen in mijn vakgebied, zoomen in op planeetatmosferen en proberen daar chemische tekenen van leven te vinden. En daarmee zijn ze ook dus gevoelig voor, dit is een knuffel, maar dit soort bacterieachtig microbieel leven dat ook misschien een chemische handtekening achterlaat in die atmosferen. Fascinerend vakgebied, maar wij zoeken nog iets verder. Want ik begon ook te zeggen met intelligente aliens. Ik wil nog één voorbeeld even uitlichten, want dit clubje knikkers die, dat u hier ziet liggen, dat zijn eigenlijk onze usual suspects, waar we dus nu verder op gaan inzoomen met telescopen om te kijken naar tekenen van leven. Vorige week was er nog eentje ontdekt, ROS 128b. Ik wil er nog eentje een andere noemen, Proxima b, Proxima Centauri b. Een paar redenen waarom die heel interessant is. Hij is ontdekt rond de dichtstbijzijnde ster. Dus de ster die op 4 lichtjaar afstand staat. Dat klinkt dichtbij, maar het is heel erg ver. Het is miljarden kilometers hier vandaan. Maar als er bij onze buurster al een planeet zit, ja, dat spreekt in ieder geval heel erg tot de verbeelding. En als we ooit een ruimteschip kunnen maken dat interstellair kan reizen, dan weet ik waar die als eerste gaat stoppen, bij Proxima b. Andere reden waarom Proxima b interessant is, omdat die rond een koelere ster draait. Proxima Centauri is een koele ster, staat hij daar vrij dichtbij om in de gematigde zone te staan. En is door de sterke zwaartekracht is hij altijd met dezelfde kant naar de planeet, naar de ster gericht. Net zoals de maan ook, wij altijd dezelfde kant van de maan zien. Waardoor het eigenlijk op één kant van de planeet, op één halfrond, altijd zon is en op de andere kant altijd nacht. Dus wat daar ook is op die planeet, het is wel ongewoon in vergelijking met wat we hier zien. Ook dat is de zonsondergangsplaneet. Misschien is het wel heel erg romantisch als je er een huisje bouwt op de Evenaar, omdat je dan altijd de zonsondergang hebt. Maar het intelligente leven, daar gaan we naartoe. Want er is nog een andere manier om te zoeken naar buitenaards leven. We kunnen ook bedenken, we kunnen het ook omdraaien. Stel dat op een van die planeten, bijvoorbeeld Proxima b, een geavanceerde alienmaatschappij is die met ons contact wil leggen. Via radiosignalen. Want radiostraling kan vrij ongemodereerd door het heelal doorgegeven worden. Als wij luisteren naar radiostraling en onze telescopen richten op die planeten, misschien vangen we dan wel een signaal op. En dat is ook iets dat bedacht werd door diezelfde Frank Drake. Was ook een radiosterrenkundige. Dus sinds 1960, sinds het moment dat hij zijn formule, zijn trechter verzon, zijn er experimenten uitgevoerd om te luisteren naar de Melkweg. Te luisteren naar sterren om te kijken of er iemand is die contact met ons probeert te zoeken. Of E.T. ons aan het opbellen is. Die experimenten staan bekend onder de noemer SETI, de Search for Extraterrestrial Intelligence. En ja, dat is dus een kijkcampagne die er echt van uitgaat van, nou ja, er zijn aliens. Het is alleen slagingskant als er intelligente aliens zijn met radioschotels. Maar als ze er zijn, dan hebben we meteen beet. Nou, er is al dus 55 jaar gekeken. En het enige resultaat daarvan is in 1977 opgevangen. Dat is namelijk het zogenaamde WOW-signaal
vernoemd naar de tekst die de vinder op zijn notitieblok erbij zette. Dit is hoe computerdata er in de jaren 70 uitzag, met letters. En dat is niet misleidend een boodschap van aliens. Dit is gewoon hoe een piekje eruit zag toen op de computer. Dus die letters betekenden eigenlijk gewoon, er is een signaal. Nou, dat piekje, dat was ongewoon, maar het is nooit meer teruggekomen. Dus of het nou een alien was of niet, dat weten we nog steeds niet. Maar in ieder geval, we hebben geen extra onderzoek ernaar kunnen doen. Er zijn nog steeds mensen aan het kijken met radiotelescopen. Onlangs, nog maar 2 jaar geleden, kwam Yuri Milner, een Russische magnaat, met een groot initiatief met veel geld dat hij ingezet heeft voor deze zoektocht. Search for Extraterrestrial Intelligence. Gesteund door Stephen Hawking heeft hij een aantal initiatieven. Eén daarvan is een ruimtereis naar Proxima B met een vloot aan nanosatellietjes. Daarover een andere keer meer. Maar hij heeft ook heel veel geld gestoken in nieuwe experimenten met SETI. Om te kijken, luisteren naar het heelal. En in 2 jaar tijd, sinds Milner's initiatief, is er al meer data verzameld dan in de 55 jaar daarvoor. Nog steeds is er niks gevonden. Voor Milner en de zijnen geen reden om de zoektocht te stoppen. Want in de trechter van Drake zijn we nu al veel gekrompen in de kandidaatplaneten. Want ik denk zelf ook dat aliens die radioschotels bouwen zeldzamer zullen zijn dan dit soort aliens. Maar ja, als we de mensen die SETI doen zeggen van ja, maar dat is geen reden om niet door te zoeken. Want als je een bakje water in de zee gooit en er zit geen vis in, schept en er zit geen vis in, dan is dat nog geen bewijs dat er geen vis bestaat. En dankzij initiatieven als Breakthrough vissen we nu in plaats van een bekertje met een schepnetje. Dus het zal nog wel een tijd duren misschien voordat we buitenaards leven vinden. Maar omdat we die zoektocht op 2 manieren kunnen uitvoeren en het ook iets is waar iedereen aan kan meedoen, ook u kunt thuis meedoen aan deze zoektocht. En ik denk dat als we met z'n allen zo geïnvesteerd zijn in het vinden van het antwoord, wie weet komt het dan nog wel eens. Er zijn 2 initiatieven. Eentje is planethunters.org. Daarop kunt u meedoen aan de zoektocht naar planeten. Dus eigenlijk die licht, de lichtdata van sterren bekijken. Te kijken of daar dipjes in zitten. En de andere is SETI at home. Waar u uw computer 's avonds laat in de daluren even kunt laten draaien en kunt laten kouwen op een hele hoop radiodata waar misschien een telefoontje van IT tussen zit. Dus met die 2 initiatieven kunt u ook thuis meedoen aan de zoektocht naar die aloude vraag: bestaat er buitenaards leven? Ik dank u wel. APPLAUS